De Amerikaanse rivierkreeft rukt steeds verder op in onze regio. Vooral rond Nootdorp, Den Haag. In Nootdorp maakt de kreeft het wel heel bont. Daar lopen ze massaal over de weg en over het erf. 200, ja. Dat is niet te geloven. En wat doe je er dan mee? Ja, of ze gooien ze terug of een ander wil ze meenemen voor op te eten. Opeten, dat is een goed idee. Vinden ze bij een restaurant Seinpost in Scheveningen. Ik zou het zeker toejuichen en we willen niets liever dan met regionale producten werken. Dit zijn Turkse kreeften, maar dit kan zomaar het lot van de Amerikaanse kreeft worden. Gaat u ze levend kopen? Ja, dat is misschien niet zo'n goed idee. In principe is dat de enige manier om de beste kwaliteit te krijgen. Je zou de rivierkreeft ook kunnen doodsteken. Een mesje in de kop. Behalve de kok heeft de rivierkreeft geen natuurlijke vijanden. Hij kan zich hier ongelimiteerd voortplanten en hij eet eigenlijk alles wat hij kan vinden. Dus voedsel genoeg. Je ziet hier dat als je er gaat staan dat de grond vrij zacht is. Doordat er gangen onder de grond zitten waar de kreeften gegraven hebben. En daar hebben we er al een te pakken. De rivierkreeft valt onder de visserijwet, dus mogen alleen beroepsvissers ze vangen. Maar die hebben op dit moment een vangstverbod tot december. Wat zou een mogelijke aanpak kunnen zijn? Daar is nog vrij weinig duidelijkheid over, helaas. Maar ondertussen gaat het beestje gewoon lekker door? Ja. Want die houdt er wel van om zich voor te planten? Ja, dat klopt. Het is een beetje een onstopbaar beest, vooralsnog. Het belangrijkste is misschien een les voor de toekomst, dat je niet zomaar exotische dieren in Nederland moet loslaten. Dan toch maar de exoot op de menukaart zetten. Rivierkreeftjes in een pan. De saus warmen. Eet smakelijk.